Suriname en Nederland hebben vanaf dinsdag 3 november 2020 hoogambtelijk overleg gevoerd. Dit beraad werd van Surinaamse zijde geleid door een interdepartementale missie en is het resultaat geweest van het onderhoud tussen minister Albert Ramdien en zijn Nederlandse collega Stef Blok in augustus dit jaar. Het ambtelijk overleg was bedoeld om op technisch niveau de besprekingen verder te voeren over concrete samenwerking op verschillende beleidsterreinen. De gesprekken die op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van start gingen, zijn op woensdag 4 november 2020 afgerond. En wij zijn op schema om dit traject voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid op 25 november af te ronden. Uiteraard is ook gesproken over COVID-19. Wij hadden gehoopt al 18 ventilatoren mee te nemen, maar die komen pas volgende week aan, om logistieke redenen. Maar ook de rest van ons tweede steunpakket van 3,5 miljoen zal spoedig naar Suriname komen. En dat is niet het einde van de samenwerking tussen onze twee landen. De collega's van Volksgezondheid hebben afgesproken om samen op te blijven trekken. Ik ben verheugd dat we hebben kunnen afspreken dat de gemengde werkgroep op het gebied van terugkeersamenwerking al begin december digitaal bijeen zal komen. Nederland hecht veel waarde aan het hervatten van de samenwerking op dat gebied. Ook de Surinaamse bereidheid om te onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag van San José is voor Nederland goed nieuws. De ministeries van Financiën hebben concrete afspraken gemaakt over technische assistentie, zowel voor de Belastingdienst en de douane als op het gebied van financieel management en begroting. En ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie. Terwijl we daar direct mee aan de slag gaan, worden voorbereidingen voor verdere ondersteuning getroffen. En voor een effectieve en structurele samenwerking op deze gebieden is een spoedig akkoord tussen Suriname en het IMF van groot belang. Wij weten dat u persoonlijk betrokken bent bij die onderhandelingen. Onderhandelingen met het IMF zijn nooit makkelijk, maar ze zijn van groot belang. Wij hopen dat een akkoord zich op korte termijn kan materialiseren. Op het gebied van justitie en politie wordt al vele jaren goed en intensief samengewerkt tussen beide landen. Die samenwerking zal worden voortgezet en die zal worden uitgebreid. Zowel de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak als de voorzitter van het College van Procureur-Generaals wil op korte termijn naar Suriname komen om hier verder invulling aan te geven. En ook de beide politiekorpsen gaan verder om de tafel om de samenwerking te verdiepen. Ik ben blij dat ook is afgesproken om op korte termijn verder te spreken over een concrete oplossing voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname niet kunnen worden geëffectueerd. Op het gebied van defensie zijn veel mogelijkheden voor samenwerking. Nederland zal mogelijkheden bekijken voor technische assistentie aan de Surinaamse krijgsmacht, de kustwacht. Ook zal worden gekeken naar opleidingen en trainingen en samenwerking tussen de recent geopende militaire academie in Suriname en de Nederlandse Defensieacademie. Landbouw is een terrein waarop Nederland en Suriname elkaar goed kunnen vinden. Er liggen mogelijkheden voor ondernemers op de Surinaamse agromarkt. Maar ook hebben we enkele concrete punten van samenwerking tussen onze beide overheden gedefinieerd. Rijstproductie, pesticidenmanagement en het stimuleren van akkerbouw voor veevoeder zijn daarbij prioriteiten. Al deze zaken zijn vastgelegd in onze gemeenschappelijke verklaring. Afsluitend, we hebben een goede basis gelegd om samen te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op basis van vriendschap, wederzijds vertrouwen en respect. Ik kan u garanderen dat wij met frisse ideeën en vol goede moed naar huis gaan om aan de slag te gaan met de gemaakte plannen en deze de komende weken en maanden samen met onze Surinaamse counterparts om te zetten in concrete acties. Want dat is natuurlijk wat moet gebeuren. De voornemens uit de gemeenschappelijke verklaring zullen vertaald moeten worden in concrete acties. Van kustwacht en patrouillering ter ondersteuning van onze veiligheid in de wateren van Suriname. Ja, op het stuk van volksgezondheid, helemaal met u eens. We zijn blij met natuurlijk de bijdrage die Nederland inmiddels heeft geleverd. Wij hopen ook niet dat meer hulp nodig zal zijn. We hopen liever dat we geen COVID-probleem zullen hebben. Maar het betekent niet dat er andere zorgpunten zijn in de zorgsector die meegenomen kunnen worden. In Nederland hebben wij
toen met minister Stef Blok kunnen praten over elementen van medisch toerisme, zorgtoerisme. Hetgeen ook voor ons beiden een goed voordelig kan zijn op termijn. Daar moeten we nog verder over praten. Deze keer niet helemaal besproken, maar dat zijn zaken die in de toekomst verder specifiek besproken kunnen worden. En natuurlijk de samenwerking op het stuk van klimaat en milieu. En ik denk dat daar ook veel braakterrein ligt voor ons om heel wat nieuwe initiatieven te ondernemen. Ik ben blij dat met de elementen met betrekking tot multilaterale samenwerking, het gezamenlijk optrekken internationaal op basis van waarden en normen die wij beiden delen. Ik zie daar grote mogelijkheden in, zowel in het regionale als in het internationale verband. Dus ik ben ook blij met de uitkomst van wat ik hier op papier zie. Uiteraard, dit is het startpunt. Het belangrijkste is nu om dit in de praktijk verder te realiseren. We zullen daar nog overleg over hebben, over op welke wijze dat het beste kan. Ik denk dat het belangrijk is dat we voortgaan met de discussies rondom de besteding van de restant middelen. Er zijn wat ideeën aan onze kant, die zijn gedeeld met u. Daar gaan we verder op werken. Zeker het productiefonds is belangrijk voor ons en studiebeurzen. Maar daarnaast zullen we nog andere projecten met u bespreken en kijken hoe dat haalbaar is. Al met al, ik denk een goed begin van een proces van, als ik het zo mag zeggen, meer, en dit bedoel ik heel positief, meer volwassenheid, maturity in de relatie. Het is niet meer ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsfinanciering. Het is internationale samenwerking. Het is samenwerking tussen twee onafhankelijke staten. En dat is precies wat we ook wilden realiseren. Op basis van de verbondenheid die er is tussen de beide landen. En het zal goed zijn voor Nederland, het zal goed zijn voor Suriname. En wanneer wij in staat zijn over een paar jaar te zeggen dat in die nieuwe relatie die we hebben ontwikkeld, wij elkaar ook hebben kunnen ondersteunen, direct en indirect, dat we kunnen praten over een succesvolle herstart in 2020 van de relatie. Dus ik dank u zeer en ik neem ook kennis van uw mededeling, bekendmaking, dat minister Stef Blok hier zal zijn. COVID-19, afhankelijk daarvan natuurlijk. Wij hopen dat de situatie wat dat betreft niet verslechtert. Dus dan is het ook weer hier beter vertoeven. En ik denk dat wij nog misschien daarvoor, maar zeker daarna, op politiek niveau verder overleg zullen hebben over het vervolgtraject. Ik kijk uit naar het raamverdrag en hetgeen daaruit moet voortvloeien om deze nieuwe vorm van samenwerking structuur en vorm te geven. In een vorm van een MOU of een nieuw type overeenkomst. Maar ik denk dat sowieso het raamverdrag voor ons op dit moment de basis voor de samenwerking tussen de beide landen.